150 militaire jeeps zijn uit alle hoeken van Nederland naar Amersfoort gereden. De startplaats voor een 24-uurs oefenrit. Pas kort voor het vertrek vernemen de equipes welke route gereden moet worden. De uitgereikte kaarten worden haastig bestudeerd. Generaal Kruls geeft het startsein aan de deelnemers die met een tussenpoos van 1 minuut vertrekken. De oefenrit heeft ten doel de rijvaardigheid en het uithoudingsvermogen van de militairen op de proef te stellen en de geoefendheid op het gebied van kaartlezen en oriënteren te vergroten. Er is een route uitgezocht die bij voorkeur niet over gebaande wegen leidt. De jeep, het manesje van alles in het leger, kan echter een stootje best verdragen. De vierwielaandrijving stelt hem in staat zelfs zeer moeilijk terrein de baas te blijven. Het paard van de schuurenslijper laat zich door al de paardenkrachten om zich heen niet van de wijs brengen. Op vele punten onderweg zijn tijdcontroles geplaatst die de deelnemers op de voorgeschreven tijd moeten passeren. Door de provincie Utrecht en door het zuiden van Gelderland gaat het naar Arnhem. De bijna voortdurend neergutsende regen maakt het voor de rijders niet eenvoudiger. Op het platteland komen ze vaak voor loeiende verrassingen te staan. In de duisternis rijden de jeeps door Oost-Brabant naar Limburg. Een enkele wagen raakte van het rechte pad af, maar werd er met vereende krachten weer opgeholpen. De eindcontrole is in Tilburg. 24 uur na de start komen de wagens hier één voor één binnen. Maar het zal nog even duren voor men heeft uitgerekend wie de beste prestatie leverde.